zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 27 februari 2024. Het is nu 10:04. Ja, ik moet even de... Staat hij nou nog serieus aan mijn auto? Ja, mag dat? Nee, hij moet uit. Ik dacht dat hij uitstond. Nu wel. Nu staat hij wel uit. Hè? Want ik moet even de app hebben, want jullie zien wel waar ik sta. Vanzelfsprekend. Dus ik moet even de app hebben, want ik ga even voor 20 euro er even in kleuren. Want ik wil wel even mooie foto's maken van mijn auto. Maar hij moet eerst nog weer even gewassen worden. Pot nummer 5, hoe toevallig. Ga verder en bevestig. Ja, 20 euro is erin. Helemaal goud. Huppadadada. Ik weet niet eens of ik goed film, maar nee, maakt even niet uit. Maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Uit, uit. Nee. Dus jullie maar begrijpen en weten wat ik doe. Ja. Hi. Zo. Nou, even 20 euro is erin. Hartstikke mooi. Ja, tuurlijk. Suipschuit. En voor mij neem je dan en dan niet eens een cola mee of zo. Ik dacht, dan delen we deze. Mag ik niet hebben? Ik haal wel cola. Ik haal wel cola! Goed zo. Africhten die pubers, hoor. Ik wil zeggen, ben je ongesteld als je dat je zin hebt? Ja, ik ben inderdaad ongesteld, ja. Nou, ja. En dus? Gelukkig wel, ja. Dat is niet leuk meer. Hè? Dat is die opmerking niet leuk meer. Nee, daarom juist. Dat is juist grappig. Zo. Dat zit er ook weer in. En mijn meisje heeft, en die heeft weer liefde nodig en ze heeft weer dorst. Nou, dan geef ik haar toch en dat drinken die ze nodig heeft. Ja. Dus, en dan ga ik even naar binnen betalen. Ja, want ik krijg het nog niet gratis. Nee. Ja, mensen, zijn we weer de auto schoonmaken. Hoi, hè? Hey, ja. Dus, ga een paar mooie shots voor jullie maken.
Daarin. Anders pak je gewoon die tweede. Dat is een schuimkanon. Voorruit even omhoog. Moeten ze voor het mooie eigenlijk even die ruitenwissers omhoog. Anders kom je hier tegen je motorkap. Oh, dat maakt niet uit. Ja. En voor de mensen die dit nog niet wisten, jongens. Die schuimborstel zit altijd zand in. Dus of spoel hem goed af voordat je hem gebruikt. Of gebruik hem helemaal niet. Want het is heel slecht voor je lak. Nee, achterlichten en koplampen kan ook. Maar voor de rest niet op je lak, zeg maar. En nou is het even weer zo'n hoog druk. En dan weer een bak naar de plek van de gaskoeler. En dan heb ik even aangesmeerd.
Jongens, jullie zien het hier al op de motorkap. Er zit een beetje een waas. En die gaat er niet af. Dus ik denk dat we dat eruit moeten gaan paleisten een keer als we de hele auto gaan doen. Maar als jullie nog tips hebben, iemand, graag. Jullie zien het heel goed. Klaar of niet? Het is weer helemaal schoon. Kijk, hier zaten net allemaal witte puntjes ook op de motorkap. Viezigheid. En dat is nu gelukkig allemaal weg. Alleen deze waas. Ik zei net ook dat we moeten eruit gaan polijsten. Nog voor en nog voor. Hard voor auto's. Ja. Ja? Ja? Ja. Je ziet het ook bij deze koplamp hier. Net erboven. Lekker hè, koude handjes? Nee, ik heb nog in deze hand. Oh, oké. Okay. Dat is niet fijn. Nee, dat begrijp ik. Wat die waas. Verschrikkelijk. Oh. Nou jongens, jullie zien het overal katharen. Verschrikkelijk. Ja, gewoon vlekvrij afspoelen joh. Dan gaat het er zo af en dan hoef je ook niet helemaal opnieuw te wassen. Ja, kom maar goed hoor. Nou, 50 cent erin. En die. En gaan met die banaan. Even gauw de katharen eraf. En jullie zien ook een paar plekjes. 1, 2, 3. Steenslag. Dus jullie hier. Dus 1, 2, 3, 4. Hier zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 plekjes. Ja, 12 plekjes met steenslag, helaas. Maar het scheelt. Krop, geen sponsordeal by the way, maar Krop heeft heel veel goede spullen om steenslag te verwijderen. Je laat je auto daar, zeg maar, de kleur laat je scannen, komt er een kleurcode uit. En dan maken ze de kleur gelijk zeg maar, op jouw auto op code. En dan kan je alles aanstippen. Dus. Zo mensen, we zijn onder de Brine Noordbrug. Hele mooie locatie, gaan we even een paar foto's maken van die mooie Seat. En dan zie je hem zo staan en dan is hij toch een partijtje dik hè. Goh, goh. Dan gaan we eigenlijk even iets verder weg staan, dan heb je die mooie. Ik heb hier zoveel palen zoals je kan zien. Ik ben aan het rennen met de camera, dus vandaar dat het een beetje schudt. Maar ik vond het mooi nog iets verder. Met die palen zo erop. Heel klein staat hij er nog op. Karin, kan je hem nog iets verder naar voren zetten? Iets verder naar voren, dat je hem hier zo hebt. Kijk, als je dan deze palen hebt, dan ga ik heel asociaal midden op de weg staan. Maar oké. Nou ja, heel asociaal. Het is gewoon een klein weggetje wat doodloopt daar zo. Dus. Maar als je dan zeg maar zo die palen hebt en je hebt die auto ongeveer. Even kijken. Stom gezegd. Daar is ze zeg maar. Ja, het is slecht te zien, maar.
ongeveer hier, dan heb je best wel een mooi shot. Kijk, als we hem zo pakken en heel veel wat inzoomen, zie je dat je best wel een mooi shot hebt. Snap wat ik bedoel. Dus dat is best wel weer even leuk om zo te hebben. Staat er toch een partij van die vrouw? Heel mooi. Ah, goede locatie heeft gezocht, Kar. Maar het is wel echt heel koud hier zo. Wel nee man, het is niet koud. Nou, ik heb het altijd koud. Dat is fijn, ja. Ik loop met 43 graden als ik in Griekenland ben nog steeds gewoon lekker in deze broek hoor. Met mijn jack aan en mijn kisten. Ja. Nou, ik vind het best. Ja. Mooi man. Ja.
wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot